Nu ben ik wel op tijd, jongens, eindelijk. Hallo allemaal, hier is weer een nieuwe aflevering van het Kerstjournaal, aflevering 6. Oh ja, jullie kan nog steeds helpen van de kerstban via pnp.nl. Als je wilt bestellen je video's te kijken, dat kan dus ook gratis hoor. Maar niet echt gratis, maar kost ja, 27 euro zoiets. Dan moet je wel betalen, dat is jouw eigen keuze. Omdat, weet je waarom? Je kan ook bij de App Store, ook een soort van betaling. En soms ook niet, soms is het ook van gratis om te spelen. En soms om te betalen. Maar gratis kan je gewoon via PNP. Doe alsjeblieft. En de kerstman heb jullie hulp nodig. Van de cadeautjes. Snoepgoed. Wacht. Oh, wacht. Ja. Ja. Oh ja. Ik was even vergeten. Oh. Ja. Ik ga even, ja, weet je nog, gisteren heb ik de manager gesproken dat hij corona heeft. Dat zeg ik maar even hier om te blijven, hier in deze studio. En de manager zegt, kies maar een andere manager. Hij is niet ontslagen, maar hij is nu thuis. En nu moet ik naar een andere manager. Ik ben nu, ja, pas, weet je hoeveel jaar ben ik? 11 jaar oud. Dus ik hoef, ja, ik moet wel een mondkapje, maar ik weet het niet echt zeker. Ik kijk altijd in mijn brief, omdat ik schrijf alle nieuws over. Dus ik ga heel even kijken en dan kom ik weer even terug. Ik ga even pauzeren, tot zo. Ik heb gecheckt en er is ergens ook een nieuwe manager. Ik weet niet, moet ik een mondkapje om? Maar ik zag daar mijn collega's een goed idee hebben. Goed idee hebben. Een goed idee hebben. Weet je waarom? Omdat ik kan gewoon ook contacten nemen hier in deze studio. Dus ik ga even contact even proberen. Yoghurt. Nee, dat kan niet. Hè? Kan niet. Nee, ik heb dikke bij. Dan moet ik gewoon naartoe nu. Als eer. Daar heb ik geen andere oplossing. Wacht eens even. Dat is ook goed wit. Ik kom, jongens, moet ik daar naartoe? Uitzicht. Dan, ja. Als iemand me hulp nodig. Idee. Ik heb een idee. Maar de dat kan niet. Ik kan niet. Ja, ik heb contact. Meneer manager van de kerstman. Ik heb een vraag. Jij kan misschien ons iedereen helpen via PNP. Dat kan toch regelen? Ja, dat kan. Ja, via PNP, hè. Via PNP. De P, de grote letter met de P. De N en dan de P. Dat kan duidelijk zijn. Oké? Dankjewel, manager. Ik zie je. Iedereen uit de uitzending zo, toch? Je hebt de manager helpt omdat hij corona heeft. Dan kan na de uitzending van mij heel even naar PNP bij de App Store nog heel even helpen. Zo. We hebben nog het kerstkort het nieuws. Jingle bell. Oh ja, Lisabelle iets gevraagd naar mij en dat we een contact vragen. Nee, oh, hier is de. Logisch. Hier is hier.
Ja, hij wel eens zei, ik heb een kerstboom opgezet, iedereen. En ook de buren, van mijn buren ook, alles doet de kerstboom opzetten. En wat krijgt ze? Een koekje en zo ingepakt is. Nou ja, raar. De kerstman komt naar Nederland. Jullie hopen, ik denk het ook. Jongens, ja, dat is wel raar. En de kerstman komt, zeker weten, natuurlijk. Tun, tun, het weer. En ik vertel de televisie, het koud is, nat, miezelig, tot 8 graden koud is. Dit was het van Kerstjournaal. Straks zijn we gewoon weer op een nieuwe aflevering. Aflevering 7 zijn we gewoon weer. Dit is een marathon, heb ik gezegd. Dit is een marathon, jongens. Klopt, als iedereen dat kan op PNP, dan zie ik jullie straks om, ja, om 2 uur een nieuwe aflevering. Zo. En daarna, ik weet het niet, is een weekoverzicht volgende week is of vandaag. Vandaag hebben we een marathon te vieren. Oh ja, en ik heb nog een belangrijke tip. De manager, hij moet thuis blijven. Hij zit nu in quarantaine. Jullie kan nog steeds helpen op PNP. En nog een fijne kerstfeest van jullie op school. Misschien kerstontbijt of kerstfeest of zo op school. Ja, nou ja. Oké, ik zie je straks om 2 uur. Tot dan. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, way. Is the rain and the lotus say, hey.